Ze durft alleen nog maar met haar dochter samen naar buiten. Het is maar een klein wandelingetje van haar huis naar het zebrapad, maar de schrik zit er goed in na de aanrijding gisteren. Waarom ben je mij tot de... Ja, de schrik is best een aantal keren. Is zij met stok naar buiten gegaan. En is zij ook door de fietsen de stok omweg gereden. Dus dat dit eraan komt, dat is bij haar heel groot impact. Ja, dus het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Nee, dus de zoveelste keer. Ze is er relatief goed vanaf gekomen met een gekneusde voet. Maar haar vertrouwen is weg. Huilend en bibberend van schrik kwam ze gisteren thuis. Ik zie haar lopen en ik zeg, wat heb jij gedaan? Ja, toen liet ze het zien en toen vertelde ze dat de scooter er overheen was. En ja, hup, in en out. Want ja, hetzelfde had is het gebroken of iets. Maar wat ze nog erger vindt, is dat haar moeder nu niet meer alleen naar buiten durft. Er is haar een beetje een stukje van haar zelfstandigheid afgepakt eigenlijk. Nou, een heel stuk. Voelt ze dat zelf ook zo? Niet. Ja, het is bij haar weg. Het is echt afgepakt.